Het leuke aan expedities en avontuur is dat het altijd een open einde heeft. Hoe kan ik in hemelsnaam dat laatste beetje avontuur met mijn klauwen aanpakken met duct tape en vliegertouw? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren door een uitgekiende voorbereiding. Lessen van beroepsavonturier Jan Fokke Oosterhof. Het voelt vaak als één groot avontuur. Je eerste marathon, een grote fietsvakantie of een lange afstandstrail. Een goede voorbereiding is dan het halve werk. Maar wat als iets bijna onmogelijk lijkt? We vragen het aan onze special guest, beroepsavonturier Jan Fokke Oosterhof. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Hoe is het met je? Goed hoor. Ja. Ben je een beetje voorbereid op wat wij morgen gaan meemaken? Nou ja, het is toch. Ik weet niet precies wat er op me af gaat komen. Hè? Dan maakt het altijd wel spannend. Hoe deze bijzondere aflevering 199 komt uit op 18 oktober. Dat is letterlijk één dag voor 19 oktober 2024 hebben we het dan over. Spannend. Morgen hebben we een groot live event met live muziek, met heel veel luisteraars, met voormalige gasten rondom die 200ste aflevering. Ja. Die gaan we daar live opnemen en we gaan een hoop leuke dingen doen. Ik kan wel zeggen, ik hoop dat je dit luistert op weg naar Leersum. En als je nu niet weet waar het over gaat, nou dan is het te laat, want morgen is het zover. Dan tot de 300ste. Ja, tot de volgende 100. Ja. En als je zegt 200 afleveringen Slimmer Presteren podcast, dat is ook een behoorlijk avontuur, of niet? Heel goed, ja. Zeker. Hey, hadden wij van tevoren maar geweten wat we deze aflevering allemaal gaan leren. Want we zijn live virtueel verbonden met Jan Fokke Oosterhof. Jan Fokke, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Jij bent beroepsavonturier en dan leun ik altijd graag op Jurgen om een beetje onze gasten te duiden. Jurgen, als we alles moeten vertellen wat deze man doet en betekent, dan is de aflevering vol. Aflevering. Maar wat zijn wat highlights die jou opvielen? Hij doet best wel behoorlijk extreme dingen. Van lange trailruns in buitenland. Chinese muur gelopen. De Marathon des Sables, 250 kilometer door de woestijn is dat. Hij, mensen lopen wel eens naar Santiago de Compostela. Hè. Hij rende dat en ging daarna nog een stuk verder. Hij ging de Groenland over. De Poolcirkel over. De Poolcirkel met een slee en met heel veel sneeuw en weersomstandigheden waarvan je denkt, nou, ik ga liever dicht bij de kachel zitten. Ja. En dan recent heeft hij ook nog wat unieks gedaan. Dat gaan Schotland. We hem zo eens even vragen. Ja. Hij schrijft er ook veel boeken over. Ja. En wij zaten net door zijn virtuele boekenkast te bladeren. Het is leuk. De eerste boeken gingen ook gewoon over hardlopen. En dus over onderwerpen die nog best van wel huis dichtbij uit ontstaan. Een hardloper, denk ik. Ja, exact. Dat is wel duidelijk. Maar dat wordt lijkt steeds extremer te worden. Ja. Daar gaan we naar luisteren. Maar belangrijker nog, we gaan kijken wat we kunnen leren uit zijn avonturen voor onze voorbereiding op ons volgende kleine of grote avontuur. Jan Fokke, doen we zo een beetje recht aan een goede introductie van jou?
Ja, ik denk dat jullie de koe bij de hoorns vatten. Ik ben een generalist en ik vind het zelf wel moeilijk om te omschrijven wat ik doe. En dat blijkt ook weer uit hoe jullie het analyseren. Ik doe veel te veel, maar het is allemaal leuk. Ja. En voor je beroep, hè? Want dan vragen mensen dan ook, hoe betaalt hij dat allemaal? Jij treedt veel op ook, hè, bij bedrijven. Je bent beroepsspreker, verteller als auteur van die boeken. En dan inspireer je mensen. Nou, hopelijk mogen we daar ons een beetje aan laven. Als avonturier heb je natuurlijk zo'n hele lijst met allemaal dingen die je doet. Ik dacht misschien wel leuk om eens even te beginnen bij de meest recente, Jan Fokker. Wat is je meest recente avontuur? Ik weet niet of je nu zit te vissen naar mijn huwelijk. Dat was, nee, dat was, op sportief uitdagend. Ja, nou, okay. Laat maar. Ja, laat maar. Nee, die bedoelde ik niet. Mijn meest recente avontuur was in 2023 eigenlijk. Toen startte ik de Munro-missie. Mm-hmm. En het was eigenlijk mijn intentie om de 282 hoogste bergen van Schotland op te rennen. In Schotland heb je de Munros, dat zijn bergen boven de 3000 voet, zeg maar even 914 meter. Ja. En als je ze allemaal doet, dan ben je Munroist of completionist. En het was eigenlijk mijn ambitie om ze rennend in één keer aan elkaar te knopen. 282 stuks. Wat? 282 stuks, dat is al veel. Ja. Doe nog wat leuke getallen. Hoeveel afstand is dat dan? Hoeveel hoogtemeters is dat dan? En in hoeveel tijd? Ja, nou de ambitie was om ze allemaal te doen. En dan tussen de bergen te liften. En de rest eigenlijk, wat ik zeg, rennen te doen en te wild kamperen. Dus ik had ook allemaal mooie sponsors bij dit project betrokken. En dan zou ik gaan uitkomen op, doe eens een gok, 2.500 kilometer hardlopen. 200.000 hoogtemeters heel veel liften. Ja. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat tussendoor mijn vader heel erg ziek is geweest. Dus ik heb tijdelijk mijn missie moeten afbreken. En ik merkte eigenlijk bij de tweede keer dat het weer opladen voor een zware expeditie als deze, dat kostte toch iets te veel energie. Aha. Eigenlijk is de ballon dan leeg, je moet hem opnieuw opblazen. En ik heb gezegd, weet je wat, na 145 bergen, ik stop ermee. Ja. Maar dan heb je nog steeds, ik denk zo'n 75.000 hoogtemeters, 1700 kilometer hardlopen. Wow. Ongelooflijk veel blubber en heel veel liften. Ik denk zo'n 350 liften voor 145 bergen. Ik hoor al genoeg ingrediënten waarvan je denkt, ja, dit is wel een avontuur. Mis nog even de tijdscoop, Jan Fokker. Hoe lang ben je, even ongeacht de onderbreking, maar hoeveel dagen ben je daar dan achter elkaar mee bezig? Ik denk dat ik ongeveer 4 maanden heb rondgerend in Schotland. En ik heb het mezelf ook niet makkelijk gemaakt. Want mijn vrienden die konden een berg adopteren voor €50. Maar ik heb genoeg gekken in mijn netwerk die dan zeggen, als ik dan die berg adopteer, dan wil ik hem ook komen rennen met je. Oh, ja. En dat betekende dat ik het hele land meermaals kriskras door ben gelift om met vrienden weer een berg te pakken. Ja, ja, vanwege de planning die dan zo uitviel van op zaterdag die Munro en op zondag moeten we die en die ligt, nou pak een beet, een heel eind verder weg op die manier. Exact. Ja. Okay. Ja, en los daarvan was ik natuurlijk afhankelijk van de weeromstandigheden. Hè. Deze expeditie was wel de zwaarste die ik ooit heb gedaan. Want je kon sneeuw treffen, wind, regen, lange tijd zware bewolking. Waarbij het zeker in je eentje als je omhoog rent gewoon spannend is. Dus ik was sowieso onderhevig aan de weeromstandigheden. Maar kijk, er zijn in de wereld nu zo'n 7000 mensen die al deze bergen hebben gedaan. Aha. En ik heb gebeld met de clerk die dat een beetje bijhoudt in Schotland. En die zei ongeveer 15 Nederlanders. En ik kan je zeggen, het meeste doen er 10 tot 30 jaar over. Oh, je hebt nog even. Ik heb nog even, gelukkig wel. Ja. En dan ben je nog steeds de snelste Nederlander die Munroist is geworden. Ja. Nog even voor mij, want ik ben 1 keer in Schotland heb ik een fietsvakantie gehad. En toen ben ik de Ben Nevis opgewandeld. De Ben Nevis is de hoogste Munro, of niet? Is de hoogste berg, ja. 1383 meter. En hij torent eigenlijk boven Fort William uit. De bergsportstad van Schotland. Ja. Maar zoals ik me kan herinneren. Dit zijn bergen. Dat zijn niet, het zijn geen Alpen waar een mooie weg is neergelegd. Met haarspeldbochten of noem maar op. Het zijn brokken, rotsen op elkaar gesmeten. Er zijn geen mooie paadjes, et cetera. Dat klopt denk ik. Of hebben ze inmiddels hier in Schotland alles mooi geplaveid? Nou ja, leuk dat je dat zegt. Toevallig is de Ben Nevis de enige waar dan wel een mooi pad ligt. Ja. Zeggen we maar even oneerbiedig voor de toeristen. Want ieder die zo Schotland bezoekt, die denkt dan, ik pak de hoogste. Dit is toch een beetje de Everest
van de Schotse hooglanden. Maar het is precies wat je zegt. Men denkt Schotse bergen zijn niet zo hoog. 914 meter en hoger. Hè, 1383 de hoogste. Men denkt dan het is een beetje Sauerland plus of Ardennen plus. Maar het is wel degelijk een heel gevaarlijk gebied. Omdat je echte wildernis ingaat. Dus soms moest ik al 30, 40 kilometer rennen om bij een berg te komen. En dan moest ik er nog op. En dan heb je dus echt in de verste verte niemand. Laat staan netwerk, dat is ook zoiets. En heel veel bergen hebben inderdaad gewoon geen duidelijk pad. En dat was voor vrienden ook wel eens confronterend. Die zagen dan in de app toch een lijntje lopen. En ik zei, laat dat nou los. Er is geen pad. Ja. En dat vonden ze best ingewikkeld als Nederlanders zijnde. Maar heel veel van die bergen moet je door de heide heen. Zeg maar even 12 kilometer, zoals de Schotten dat noemen, heather bashing. Dus tot je knieën door de hei heen panjeren en zien dat je zelf de top vindt en weer terug naar beneden en navigeren. Wauw. En ik kan me ook voorstellen, als je dan op de top bent, Jan Fokke, staat daar een leuke kiosk met een colaatje en een koek? Waar kom je uit? Inderdaad, totale wildernis. We praten echt niet over de Alpen. Ik zeg altijd, die ruige Schotse hooglanden, die resoneren met mij. Ik vind daar een stukje vrijheid. Het is daar zo leeg dat het soms ook heel beklemmend en bedreigend kan zijn. De stilte kan je echt naar de strot grijpen. Want Schotland is echt nog een verlaten wildernis. Als je kijkt hier in de buurt, is het zo'n beetje de enige die je kan verzinnen, waar je echt zo lang in je eentje kan rondrennen, met slechts enkele nederzettingen. En de consequentie was ook echt dat ik een depot had aangelegd met expeditiemaaltijden van mijn sponsor Exfood. En ik moest daar één keer in de zoveel tijd naartoe liften om weer voor 20, 30 dagen eten in mijn rugzak te duwen. Omdat er gewoon geen winkels zijn, weinig pubs, weinig grote dorpen. Het is gewoon een verlaten wildernis. Okay. Ik heb 120.000 vragen, maar laten we proberen een beetje structuur te maken. Even toch nog ook voor jouw begrip en luisteraarsbegrip, Jurgen. Wat is het verste wat jij ooit hebt hardgelopen? Ja, een marathon. Een marathon, 42 kilometer. Geldt voor mij ook. Geldt voor mij ook. Fietsen? Ja, 520 kilometer. Oh ja, nou, ik nog niet eens verder dan 180, geloof ik. Dus oké. Dus om maar even aan te geven, Jan Fokke. Ik weet dat we luisteraars hebben die doen aan ultra trails, die doen aan ultrasport, die doen aan ultra fietsen, ultra lopen. Maar hier zitten twee jongens op de bank die geen enkel voorstellingsvermogen hebben over hoe het überhaupt al is om eens een ultratrail te doen. Laat staan om 30 dagen non-stop met maaltijden in je rugzak ruig gebied in te gaan. Dus laten we eens beginnen bij het begin en ons een beetje mee te nemen in het soort uitdagingen en dingen waar jij dan tegenaan loopt. Dan kunnen we daarna van je leren hoe we dat gaan voorbereiden. Maar neem ons eens mee. Wat heb je op te lossen als je dit soort dingen gaat doen? Ja, dat is natuurlijk in mijn ogen het leukste. Ik zeg wel eens, ik ben een econoom, een ondernemer. En ik ben eigenlijk niet een hardcore avonturier. Maar ik vind het eigenlijk leuk om steeds als ondernemer zo'n uitstapje naar avonturenland te doen. Zullen we je weglaten? Dat is goed. Zo'n uitstap. Een uitstap. En wat ik dan leuk vind is dat je zegt van oké, maar als ik nou zo'n missie eens ga ontleden, wat komt daar dan allemaal bij kijken? En kan ik dat nou zo klein maken dat ik eigenlijk op elk vlak mezelf zo ga ontwikkelen dat ik klaar ben om eigenlijk die missie zonder gevaar voor eigen leven tot een goed einde te brengen? Ja, ja. En als je dan gaat kijken is natuurlijk een polexpeditie een stuk complexer dan een ultraloop. Maar in de kern komt het volgens mij toch op neer dat je in allereerste gaat kijken wat kan ik wel en wat kan ik niet. We noemen dat als economen de SWOT-analyse. Mm-hmm. Je sterkte en zwakte en je kansen en bedreigingen. En als je dan, zeker bij zo'n avontuur als een Munro-missie of een Polo-expeditie, echt kritisch gaat kijken, dan gaat het dus eigenlijk niet om de dingen die je wel kunt, want die kon je immers al. Ja. Maar dat hele kritische kijken naar wat kan ik niet. Want precies datgene wat ik niet kan, dat zou nou net ervoor kunnen zorgen dat ik doodga of dat me iets overkomt. Dus het vraagt bij zo'n complexe missie echt wel kritische zelfreflectie. En dan hebben we het dus over de atleet. Hè, die een marathon of een ultra of langer aangaat. En in tweede instantie ga je in mijn optiek kijken naar de omgeving en je materiaal. Dus alles wat er verder bij komt kijken. En ook daar geldt van dat hele grote abstracte, ik ga naar de Noordpool, hoe maak ik het klein naar, hoe hou ik nou die vingers warm, zodat ze niet vriezen. Dus wat voor gear heb ik bij me, hoe ga ik om met koude temperatuur, hoe ga ik om met onderkoeling, hoe voorkom ik dat allemaal?
Dus je gaat zo'n avontuur eigenlijk helemaal ontleden tot op het allerkleinste niveau op je eigen vaardigheden en kunnen en op wat er vanuit de omgeving op je af zou kunnen komen. Is dat een helder antwoord op je vraag? Dat is een knijter helder antwoord. En het helpt me al enorm om inderdaad wat je zegt, dat hele grote al wat kleiner te maken. Want zo'n SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats, ken ik ook uit het bedrijfsleven. Dus dan worden het al kwarten. En dan zeg je, ja, die strengths, dat is fijn. Dat is goed om te weten. Maar het wordt pas interessant bij die weaknesses. Eerste wat ik denk, weaknesses. Als je zo ver en zo lang gaat, fitheid toch, dat volhouden. Maar wat voor weaknesses heb jij geïdentificeerd die je moest gaan oplossen? Ik neem de Munro-missie als voorbeeld. Hè. Voor mij was een van de belangrijkste onderdelen van dat avontuur was hoogtevrees en angst voor onweer en voor die wildernis. Hè, dus als je bij mij kijkt, weakness, ik vond het echt een verrekte spannend avontuur. Helemaal in mijn eentje rennend, waarbij je dus nog meer risico loopt. Ook in de wintermaanden door sneeuw. Kun je dan navigeren? Kun je altijd je weg terugvinden? Als je je been breekt, kun je hem dan spalken? Ben je in staat om met je basecamp in Nederland te communiceren? Ben ik mentaal hiertoe in staat? Ben ik fysiek hiertoe in staat? Ja, daar komt gewoon ontzettend veel bij kijken. En als je het nog oprekt naar bijvoorbeeld een polexpeditie, hoe ga ik om met ijsberen? Hoe ga ik om met gletsjerspleten? Hoe ga ik om met een opstekende polstorm die door de zwaartekracht extra snelheid krijgt over het ijs en op je afkomt denderen met windkracht 10. Ja, dus, maar ja, dat zijn wel een beetje threats, toch? Dat is extern. Ik ben, en die zijn ook hartstikke interessant en daar kunnen we misschien ook iets van leren. Maar ik ben wel getriggerd door jouw opmerking. Als je echt goed een avontuur wil aangaan, en dat is zelfs misschien wel als je eerst de marathon gaat lopen, moet je ook even durven reflecteren op waar je jezelf in moet ontwikkelen. En wat ik daardoor denk is dat in onze 198 afleveringen hiervoor gaat het echt heus wel eens ook over mentaal en psychologie, maar natuurlijk vooral ook over fysieke kracht en fitheid. Maar ik kan me voorstellen dat dat maar een aspect is. Ja, ik denk wel degelijk een aspect. Ik maak zelf eigenlijk altijd een soort taart met dingen die ik moet voorbereiden. En daar zit inderdaad altijd in je fysieke voorbereiding, je mentale voorbereiding, het terrein, het weeromstandigheden, maar je vroeg heel specifiek naar mij. Ja. Kijk, er zijn heel veel dingen die ik kan. Ik ben een generalist, maar met dit soort avonturen zijn er misschien wel meer dingen die ik niet kan. Hoe navigeer je in moeilijk terrein? He, ik kan wel een beetje navigeren met een GPS'je, maar kijk, als je door een rotsveld loopt tussen de wolken en het waait en je loopt een beetje te lang met GPS in je handen, bevriezen je vingers. Dat zijn toch echt wel vaardigheden die je moet trainen, die je moet beheersen voordat je zoiets ingaat. Iedere dag de afweging maken voor jezelf. Ben ik in staat om nu dit terrein in te gaan, zelfstandig en er ook zelfstandig en behouden weer uit te komen? Ja. Navigeren, plaats bepalen, jezelf redden als het weer omslaat. Nou, om het voor de ultra-trailrunners onder ons een beetje concreet te maken, hoe doe je dat dan in zo'n rotsveld? Nou ja, het is elke dag omhoog kijken vanaf je basiskamp waar ik mijn tentje had staan. En als ik dan mijn pack inpak van durf ik vandaag omhoog te gaan? Ga ik vandaag een complexe route doen met meerdere bergen? Of zoek ik er maar eentje uit waarvan ik weet dat de route redelijk voorspelbaar is? En als ik daar dan ben, wordt het dan -2 of -10? Want het kan wel eens beneden in het dal +15 zijn en boven -10. Dus wat stop ik dan in mijn rugzakje? Durf ik dit? Heel kritisch echt kijken naar je eigen vaardigheden en of je elke dag tot een goed einde kan brengen. Dus dat betekent ook soms in je tentje blijven misschien? Ja, zeker. Ik heb een aantal dagen niet gelopen of bewust uitgeweken naar een ander gebied. Maar ik zeg wel eens, ik ben nu het boek aan het schrijven over dat avontuur in Schotland en de titel wordt Humble. Nederigheid, eigenlijk respect voor de natuur en je nederig opstellen om... omdat als je jezelf gaat overschatten of het niet serieus neemt, gaat het denk ik mis. En het aardige vind ik heb toevallig net een stukje geschreven, dat bijna elke Schot of Munroist die ik daar tegenkwam in de bergen, had wel zijn verhaal. Lees, ik was daarboven en het werd zo koud dat ik met mijn handen en voeten in mijn rugzak moest gaan zitten. Gewoon om te zorgen dat ze niet bevroren. Ik was de weg kwijt en ik ben in een sneeuwhol gaan zitten. Iedereen heeft een overlevingsverhaal dat je denkt, oeh, dat was kantje poortje. En als het slecht weer is, kunnen de nooddiensten ook niet uitrukken. En ik ben ergens wel een beetje trots dat ik niet zo'n verhaal heb.
Ja, ik wilde, ja, ja. Hey, ik wou zeggen, je was een voorzet aan het geven. Ik denk, kop hem in, wat is jouw verhaal? Maar dat ben jij in dat jaar in ieder geval nog niet tegengekomen. Maar dat komt misschien ook door jouw uitgekiende voorbereiding dan. En dan denk ik meteen, dus al deze verhalen heb jij eerst verzameld. Om maar ja, goed beslagen ten ijs te komen. En om maar in ieder geval te kijken van of die weaknesses die er zijn... Ja, of die op welke punten die verbeterd moeten worden aan de hand van de informatie die er is. Maar ik kan me voorstellen dat er helemaal niet zoveel informatie is inderdaad. Hoe heb je dat allemaal verzameld en hoe kom je daarachter? En wanneer ben je daarmee begonnen? Dat is eigenlijk van hoe lang had je eigenlijk in je hoofd van nou dit ga ik doen. Hoe lang is die hele voorbereiding geweest? Nou, ik heb op school vroeger had ik een Engelse lerares en die maakte me eigenlijk al enthousiast voor de Schotse hooglanden. Ik was daar nog nooit geweest, maar ze had zulke mooie verhalen dat ik dacht van goh, die Schotten, dat lijkt me wel een mooi volkje en dat gebied lijkt me fantastisch. En precies tegelijk, en jullie weten dat nog wel, waren de Raid Gauloises in de tijd van die adventure races. En een van de edities vond ook plaats in Schotland, dus het heeft in die zin altijd wel ergens in mijn hoofd gezeten. Maar ik kwam eigenlijk vlak voordat ik met dit avontuur begon, en dan praten we over 6 maanden van tevoren, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik het wilde gaan doen. Ik had, 6 maanden, dat klinkt als weinig hoor, maar misschien als je beroepsavonturier bent, dan kun je wat sneller schakelen. Ja. Nou, ik was eigenlijk aan het trainen en dat was september 2022 voor een hardloopwedstrijd van meer dan 1000 kilometer non-stop. Ik was super fit, want ik had daar 2 maanden voor getraind in de Pyreneeën en de Alpen op hoogte. Dus ik was ontzettend fit, fysiek. Ik was mentaal eigenlijk een soort tijger in een kooi. Ik wilde wat doen. Ja. En de dag voor die wedstrijd, en dat is natuurlijk logisch, had ik een ontsteking aan mijn kies. En je merkt dat als je fysiek zo op het randje loopt, dan wordt je weerstand laag. Ja. En ik had ook in die voorbereiding al een keer corona gehad, omdat ik natuurlijk vatbaar was. En die kies die speelde op, dus ik mocht ook niet starten. Ik heb die kies laten trekken en ik ben daar even heel hard tegen een boom gaan schoppen van verdriet. En toen dacht ik, wat nu? En toen kwam eigenlijk die Munro-missie een beetje in de picture. En dat was dus ongeveer 6 maanden voordat ik vertrok. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik me erin gaan verdiepen. Ja, echt als in van ik ga het doen. Dus alles lezen wat los en vast zit. Boeken, internet, websites, reisverslagen, loopverslagen. Ik heb die clerk gebeld van het register. Hoeveel mensen hebben dit nou gedaan en hoe snel kan het? Ik heb alle mogelijke YouTube-filmpjes gekeken. En er is natuurlijk tegenwoordig genoeg. En daar komt dan ook een klein beetje de control freak in mij naar boven. Die dan ook gaat kijken, wat voor gear moet ik hebben? Hoe ga ik in hemelsnaam dit logistiek regelen? Want Schotland is ontzettend groot. Mm-hmm. Ik ga niet met een busje of een auto, ik ga dit liften doen. Dus ik moet een depot hebben. Dus ik heb een Nederlander gevonden waar ik mijn spullen in de garage mocht stallen. Ik heb talloze sponsors geregeld. Me verdiept in mijn materiaal, hier in Nederland getraind en gelopen. Ja, en zo uiteindelijk had ik het gevoel dat ik genoeg voorbereid was om dit gewoon te gaan doen. Ja, en daar ligt nog iets onder, kan ik me voorstellen. Want als je nu op de bank zit te luisteren en denkt, ik ga ook zo'n avontuur doen, 6 maanden alles lezen en dan ga ik. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want we zeggen al, je hebt de poolcirkel overgestoken. Dus als jij ziet, hey, het wordt daar koud, alles rondom koumanagement en bevriezingspreventie heb je natuurlijk al een keer en je in verdiept en ervaring mee opgedaan. Ik kan me voorstellen, als je een marathon de Sable heb je al eens opgedaan. Ja. Dus je stoelt natuurlijk ook op een enorme body of knowledge die je al bij hebt, of niet? Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Als je je grenzen blijft verleggen, dan op een gegeven moment worden dingen ook eerder comfortabel, zeg ik wel eens. Maar het neemt niet weg, denk ik, dat ik vond dit echt wel de spannendste uitdaging. En dat komt, die Polexpeditie deden we met z'n tweeën. Dus daar kan je soms ook nog wel de last van het voorbereiden verdelen. Mm-hmm. Al hadden wij ook wel de filosofie dat je in zo'n gebied helemaal ook de dingen alleen moet kunnen als je partner wegvalt. Dus we waren echt wel in staat om elkaar helemaal te vervangen. Ja. Maar als je in je eentje naar Schotland gaat, dan moet je echt oprecht natuurlijk zelf kunnen navigeren, zelf jezelf kunnen redden. Hmm. Ik had ook heel bewust had ik duct tape bij me en 2 running poles, hè, van die Nordic walking poles. Vanuit de filosofie, als ik een enkel breek, dan wil ik in staat zijn om zelfstandig terug te komen en mijn been te kunnen spalken. Oh ja. Dus tot op dat niveau heb ik er wel over nagedacht. Want je vergis je niet, er zijn om mij heen op de bergen waar ik rende best wel wat mensen, ja,
overleden tijdens mijn avontuur. Ja, Ofwel dezelfde bergen of die daarnaast. En een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, dat weten we allemaal. Maar als je 1700 kilometer in moeilijk terrein, in hoge bergen, met alle weer gaat rennen, ja, dan ligt het helemaal op een klein hoekje natuurlijk. Je hoeft maar één keer uit te glijden en je bent de klos. Maar zo'n beenspalken, dat heb jij geoefend? Daar ben jij advies over gaan inwinnen bij een medicus. Van hoe je dat moet doen en welke materialen je nodig hebt. Ja. We hebben voor de Groenlandse Poolexpeditie hebben we ons medisch goed voorbereid. En ik heb als hardlooptrainer heb ik natuurlijk een aantal keer mijn EHBO en reanimatie gedaan. Dus in die zin ben je enigszins beslagen ten ijs. Ja. Maar goed, als je een been breekt, ja, je zult het ermee moeten redden. Twee spalken en een stuk tape en gaan, denk ik. Ja, dat is... Ja, uiteindelijk wordt het ook weer simpel, hè, als het om overleven gaat. Het is gewoon doorgaan natuurlijk. Ja. Ja. Maar zeggen mensen wel eens tegen mij, heb je dan een EHBO-kist bij me? Ja, nou nee. Kijk, op het moment dat ik echt iets open ligt, dan bind ik het af. En als er iets gebroken is, dan spalk ik het en bind ik het af. Ja. Ja, ik kan met pleistertjes gaan lopen leuren, maar de verwachting dat als er iets gebeurt, dat ik alleen een pleistertje nodig heb. Nee, als er echt wat gebeurt, dan is er wat aan de hand. En dan bind je eromheen wat je hebt en dan is gewoon de nood aan de man, ja. Ik hoor hier denk ik wel een volgende les uit de goede voorbereiding. Want het klinkt alsof jij bijvoorbeeld in dit geval de pleister wel overwogen hebt, geëlimineerd uit je materiaallijst. Wat zit hier? Wat kunnen we leren over elimineren, Jan Fokker? Ja, dat vraag je wel aan de ergste grammerjager op deze planeet. Vertel. Ik vind dat een prachtig spel. Hè. Voor elke expeditie leg ik mijn uitrusting uit op bed. En ik kan werkelijk waar Marathon de Sable ook juichen na 3 maanden bovenkomen als ik een aansteker heb gevonden die de helft zo groot is als die ik had. En dan stook ik hem ook nog helemaal leeg, zodat ik precies 6 keer een vuurtje aan kan steken. En dan zou je ook nog kunnen zeggen, maar je kan die aansteken ook van iemand anders lenen. Maar dan wil ik weer autonomie en zelfbehoud. Ja, ja. Maar ik ga daar heel ver in. Ik vind dat prachtig. Marathon de Sable, 7-daagse wedstrijd. Je moet voor 7 dagen eten mee. Wat zie je dan? Je moet 2500 kilocalorieën, dat ga je ontleden. En ik kwam uit op een expeditiemaaltijd, een expeditieontbijt, een aantal reepjes tussendoor. Maar die expeditiemaaltijden, die heb ik met verpakking meegenomen naar Marokko. En in Marokko heb ik de verpakkingen eraf gesloopt en heb ik ze in boterhamzakjes eigenlijk gevacumeerd. Dan zeg je, waar heb je het over? Maar 7 dagen keer 2 zakjes, dus 14 zakjes keer verpakking, was 562 gram. Het is niks. Ja, het is een half kilo. Hè? Ja, toch een half pak melk wat je mee moet slepen. Ja, op een uitrusting van 10 kilo, 250 kilometer met 50 graden door de woestijn. Ik heb het liever niet bij me. En ook weer zo'n mooi voorbeeld, als je dus gaat googlen en gaat kijken naar de Marathon de Sable, dan zie je dat de laatste dag is een charity stage. Die is eigenlijk voor het goede doel, meestal 10, 15 kilometer. Meestal wandelt iedereen die en is het ook gewoon een sociaal ding. Maar je moet wel weer die 2500 kilocalorieën. En als je dan research doet, dan lees je dat elke zichzelf respecterende atleet koopt 2 zakjes met macadamianoten. Die sla je tot poeder, dat stop je in een boterhamzakje. En dat is de kleinste en lichtste mogelijkheid om 2500 kilocalorieën mee te nemen. Ja. Wauw, dit vind ik grappig feitje. Ja. En dat komt gewoon omdat die dus heel energie, hoger in energiewaarde zit of zo. Hoge calorische waarde, zeg je dan. Hè? En gewoon, en gewoon zelf maken vind ik ook wel interessant. Niet dat je bedoelt dus die sportvoeding? Ja, zelf fijn op die manier, stampen. Ja. Ja, 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 ja. No, want ja, ik was toen toevallig net in de aftermath van het Sub 2 project. Hmm. Daar hebben jullie op de website natuurlijk ook wel het een en ander over geschreven. En toen kwam net een soort drinkpoeder uit. Ik weet de naam niet helemaal meer. Mark Mowerton. En dat was ook een drinkpoeder per kilo, geloof ik, 4000 kilocalorieën. Dus ik heb daar toen ook als sponsoring een aantal zakken van meegenomen. Ja, en zo zoek je dus naar de allerlichtste oplossing. Ik vind dat geweldig. En ga je ook kijken hoe je uitrustingstukken dubbel kunt gebruiken. Hè? Dus wat ik bijvoorbeeld van plan ben te gaan doen, het is een toekomstdroom nog, maar Europa rondrennen, is bijvoorbeeld mijn tentstok met een elastiekje gewoon aan mijn Nordic Walking Pole binden. Okay. Dus alles wat ik niet op de rug hoef mee te nemen, maar aan mijn pols, dat is maar van mijn rug. En zo heb ik ook elke expeditie heb ik 10 wikkels met duct tape en sporttape om mijn pol heen. Wederom, als de nood aan de man is, ik moet iets repareren, heb ik duct tape. Maar ik hoef het niet op mijn rug te dragen. Ik zit dus even te denken, Jan Fokker, maar kan je niet dan gewoon die pol als tentstok gebruiken? Of ga ik dan weer 1 stap te ver?
Nou, zeker waar. Er zijn een aantal leuke tenten die je met je tentstokken kan gebruiken. Maar dat zijn dan weer enkeldaks tenten. En voor de leek, een enkeldaks tent, daar gaat jouw adem enorm condenseren. Dus alles wordt nat. Ah, ja. En dat wat nat is, met name dons, isoleert niet meer. Dus je wil een tweezijdige tent met een dubbel doek. En ik heb nu, voor de liefhebbers, de allerlichtste tent ter wereld gevonden. Een tweepersoons tent, 4 seizoenen, voor minder dan 500 gram, inclusief stok. Dus een klein flesje water is een tweepersoons tent. Ja. Voor 4 seizoenen. Zo. Fantastisch. Ik denk dat hier wel wat reacties op gaan komen van mensen die zeggen, oeh, waarom, hoe dan? Gaan we nu niet droppen, want het is allemaal niet gesponsord. Maar ik ben nog wel even benieuwd. Marathon de Sabelen, 7 dagen de woestijn in. Leuk dat je zo weinig eten meeneemt. Hoe zat het met drinken dan? Heb je enorm veel water bij je, of wordt dat voorzien? Daarop aanvullend, want dat vind ik wel weer interessant als wetenschapsjournalist. Jij hebt daarvoor contact gezocht met Maria Hopman, hoogleraar fysiologie in Nijmegen. Onder andere thermofysiologie. Ja, ik denk dat jij hebt haar advies gevraagd. Ze heeft je begeleid. Hoe is dat gegaan? Ja, leuk dat je het vraagt. Ik heb een lijstje hiervoor met dingen die ik jullie sowieso wilde meegeven. Maar ik heb inderdaad bij veel van deze expedities zoek ik contact met wetenschap. Ik vind het leuk. Het geeft een extra verdieping aan je project. En ik vind altijd dat je best mooi data kunt verzamelen voor de wetenschap. Dus in dit geval was Maria Hopman ook in samenhang met de Zevenheuvelenloop een onderzoek aan het doen naar oververhitting bij hardlopers. Ja. Ik zei, dat is leuk, maar ik ga naar de woestijn met 50 graden. Is dat niet interessant? Nou, dat vond ze wel degelijk. Dus ze heeft mij met een start-up verbonden. En die hadden een ampul ontwikkeld wat je moest slikken. En dan kon je eigenlijk via Bluetooth op je telefoon je kerntemperatuur uitlezen. Ja, ja, dat is zo'n thermometerpil, hè, die je dan instelt. Thermometerpil, ja. Ja, die echt de kern van je lichaam meet. Dat was natuurlijk ontzettend leuk. Wij hebben alleen een foutje gemaakt, dat is wel grappig. Ik trainde hier zo nu en dan bij Radio Kootwijk in het zand. Had ik een trainingspak aan, dan was het 30 graden. En maar lopen en kijken wat die pil deed. Nou, dat werkte fantastisch. Er was één probleem. Toen ik in de Marathon de Sabelen ging lopen, had ik voor het eerst 7 pillen bij me. En ik had 6 pillen op mijn rug en de rugzak. En één zat in mijn buik. En Bluetooth ging alles even tegelijk uitmeten. Ah, ja, ja. Hey, en hadden ze je wel verteld dat je met zo'n pil niet de MRI-scan in mag? Dus als je echt wat was overkomen, dan kon je niet in het ziekenhuis geholpen worden. Ik geloof dat Maria Hopman zelf contact heeft gehad met het medisch team. Maar ik heb dat ook inderdaad gemeld. Van, joh, dit is wat we aan het doen zijn. Hartstikke interessant. En daar moet ik nog bij vertellen, want het is ook hartstikke interessant. Ik heb toen ook contact gezocht met Daan Heijnen. Dat is een hoogleraar uit mijn hoofd in Amsterdam. Ja, ja. Die naam horen we vaak. Veel... Heijn Daan. Ja. Doet veel onderzoek naar wat doet oververhitting en onderkoeling met het lijf. En ik heb hem gevraagd mij eens bij te praten over wat is nou de beste manier om te acclimatiseren. Want acclimatiseren, denken we altijd, is ik ga er eerder heen en dan ga ik een aantal dagen alvast voelen hoe heet het is, dan wendt mijn lijf. Maar uit mijn hoofd is dat juist acclimeren. Klopt. Acclimeren is op locatie zijn en daar voelen hoe heet het is en wennen. Het nadeel daarvan is dat als het een keer koud is daar, dat je acclimatisatieproces mislukt. En daarom zei hij, het is veel beter om hier in Nederland eigenlijk onder artificiële omstandigheden te zorgen dat je al geacclimatiseerd bent. En dat heet dus acclimatiseren. Ja. Dat als je daar komt en de temperatuur valt tegen, dan ben je in ieder geval zo goed mogelijk voorbereid. Ja. Dus dat gaat om die laatste 10 dagen. En ik heb toen bijvoorbeeld in de klimaatkamer van het NOC een uurtje getraind. Ah, okay. Dat was ontzettend schrikken, want daar zetten ze 2 grillen aan in een kamertje van 3x3. En dan zit je daar op een fiets of een lopende band. Ja. En er is geen tocht. Dus je loopt ook echt in een grill. En in de woestijn is altijd nog een briesje. Dus ik was eigenlijk zo bang dat het meeviel in de woestijn. Ja, ja. Want wat voor waardes heb je op dat meetapparaat gezien? Hoe hoog werd je kerntemperatuur tijdens zo'n marathon in de woestijn? Nou, het aardige was, je gaat natuurlijk richting de 41 graden. Toch wel? Maar, ja, je verhit echt wel. Maar ik merkte wel degelijk dat het lichaam goed wende aan de hitte. Ik ben een week eerder alsnog gegaan en heb met de bus eigenlijk een tocht gemaakt over de Atlas. Omdat ik dat mooi vond. Ik had die berg allemaal een keer beklommen en wilde dat wel eens zien van onder. En de eerste dag heb ik eigenlijk uiteindelijk nog wel een deel goede meting gehad met die pillen van haar. En daar bleek uit dat mijn lichaam echt onwaarschijnlijk goed geacclimatiseerd was. Dus ik had uit mijn hoofd 38 hoog. Okay. Maar dat was heel goed. Ja, Jan Fokker, dat heb ik in een triathlon van Veenendaal ook. Dus dat is eigenlijk heel normaal, zolang het maar onder de 40 blijft. Hè? Ja.
Ja. Hey, en die andere vraag, water in zo'n marathon in de woestijn, hoe deed je dat dan? Want als je al 500 gram verpakking weggooit, maar ja, water, dat tikt ook snel aan. Nou ja, dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. Je krijgt van de organisatie 12 flessen water. Dus dat is volgens mij 12 liter of 12 keer 1,5 liter. Dat krijg je verspreid over de dag op de drinkposten en 's avonds als je in het kamp komt. En daar moet je het mee doen. Ja. Dan moet ik zeggen, dat is op zich genoeg. En wat je zag is dat mensen op sommige posten zelfs water lieten staan. Want dan sturen ze je eigenlijk weg met 4,5 liter. En dan zeiden mensen, nou ik drink eerst gewoon 3/4 liter. En dan ga ik rennen met 2 flessen in plaats van 3. Ja. Maar een interessant vraagstuk is natuurlijk voor marathonlopers, voor ultralopers. Er is natuurlijk een enorm verschil tussen water dat je inneemt en water dat je lijf opneemt. En ik denk dat de uitdaging is om dat verschil zo klein mogelijk te maken. En als jij een spartathlon loopt, die overigens morgen uit mijn hoofd van start gaat, of een lange ultraloop, en je blijft elk half uur een bidon drinken, op een gegeven moment spoel je eigenlijk al je darmflora weg. En ook de gezonde, dus dat betekent dat je darmen eigenlijk geen vocht meer opnemen. En de kunst is dan om te zorgen met bijvoorbeeld zo'n Mauerton drinkpoeder of een andere poeder. Of een mespuntje zout voor mijn part. Om te zorgen dat die darmflora in stand blijven. En dat het verschil tussen wat je inneemt en wat je opneemt zo klein mogelijk is. En daar ligt eigenlijk de uitdaging. Want heel veel drinken terwijl je lijf het niet opneemt, dat is helemaal nergens goed voor. Daar schiet je niks mee op. Schiet je niks mee op, nee. Ja, dat is wel spannend. Ik ben nog ook even benieuwd, want je begint nu ook inderdaad iets weer dichter bij huis. Ultralopen, nou, doen al wat meer mensen die ik ken, marathons lopen. Als jij zo jezelf aan het voorbereiden bent, hè? Je zei ik was fysiek hyperfit, je had 2 weken op hoogste stage gezeten. Wat voor trainingsomvang moet ik aan denken? Want ik kan me voorstellen, op een gegeven moment, hè, bij een marathon heb je nog zoiets van, nou, als je 120 of 150 of toplopers 200 kilometer in de week gaat lopen, dat is allemaal nog meer training, is meer getraindheid. Maar voor een paar duizend kilometer of een 1000 kilometer wedstrijd kan je niet 1000 kilometer gaan trainen natuurlijk. Nee, je praat hier natuurlijk over trainingsbelasting en periodisering. Ik denk dat je kunt een aantal dingen over zeggen. Kijk, mijn basis is heel breed. Ik ren eigenlijk sinds ik 13, 14 jaar was. Mijn vader nam me vroeger altijd mee hardlopen omdat ik gepest werd. Het was een prachtige uitlaatklep. Dus ik heb meer dan 1000 kermisloopjes gedaan. Ik loop 551 keer uitgekomen op een 5 kilometer. Ja. Dus ik heb een hele brede basis. Ik heb ook een goede techniek, denk ik. Veel looptraining gehad van goede trainers. Ben zelf ook looptrainer. Dus A, dat is goed de basis. Ik denk B, dat een hele belangrijke is voor mensen die dit soort lange dingen gaan doen, is dat je niet zuur wordt. En je ziet natuurlijk talloze, ja, ik citeer jou even Gerrit, mannen in Lycra. Ja. Soms ook Lycra wat al lubbert. Dat is dan nog uit de jaren 70. Dat weten hardloopverkopers dan weer. Dat is al een tijd niet gewisseld. Maar dat zijn dan mannen die een beetje zuur kijken, die zo fanatiek in de training, in de leer zitten, dat het gevaar bestaat dat je mentaal gewoon overtraind raakt. Dat je het ook niet meer leuk vindt. Dat je eigenlijk denkt, nou doe me die marathon maar, dan kan ik daarna weer eens even voor de tv zitten. Ja. En ik denk met dit soort lange dingen is de kunst eerder om het leuk te blijven vinden. Dus ik drink ook gewoon mijn biertje. En ja, die 2 maanden hoogtestage, dat was voor mij, probeer maar eens gewoon lekker te genieten in de Alpen en de Pyreneeën. Loop met pakking. Zorg dat je door vetverbranding gewoon een beetje afvalt, zodat je prachtig op gewicht bent. En zorg dat je spierhardheid goed is. Dat je dus hele lange belasting voor een hele lange tijd aan kunt, zonder dat je in de kramp schiet of dat je spieren daarvan schrikken. Dus in de basis breng je je lichaam op peil. En daarna is denk ik, en dat is de derde, is dat je de wedstrijd is de training. Als je maandenlang in de Alpen gaat rennen, dan ben je na een week fit. Punt. Ja. Dus dat, ja, dan, ik zat even te denken van, jij doet dan alles zo specifiek mogelijk. Lees, jij zoekt het terrein op waar jij straks gaat, je wedstrijd hebt, of in ieder geval je avontuur. Je neemt dus de spullen mee of je rugzak. Of ga je ook wel eens gewoon zonder die rugzak op een atletiekbaan sprintjes doen? Als een nieuwe prikkel, als een extra prikkel, als, ja. Je vraagt een trailrunner of die op de baan of op de weg gaat lopen. Ja, ja. Wij zeggen dan altijd, dat doen we alleen als de weg is opgebroken. Nee, wel degelijk. Ik heb ik hier overigens ook opgeschreven. Topsporters moeten brokken maken en raar doen. Ik geloof heel erg, ook als ik mijn eigen lopers voorbereid op een avontuur, dat je je lichaam breed moet trainen. Mm-hmm. Als je alleen maar specifiek traint, dan, ik zeg wel eens, dat is net als met je hart. Als je de hele tijd in zone 5 traint,
dan krijg je een gepolariseerd hart. Dat is helemaal toegerust op zone 5. Maar als je dan stukjes in 3 gaat rennen, dan leidt dat hart er geen raad mee. Dus ik geloof heel erg juist in die variatie. Ik ben dan ook nog een breed georiënteerde avonturier. Dus ik doe dan suppen, fietsen, rennen, mountainbiken, skiën, hardlopen, triathlon, runbike run, polarfietsjes en bergop rennen. Padellen? Nog niet. Maar ik heb geen kniebanden meer. Wat? Was dit voor even, of even na tussen neus en lippen het Munro-avontuur? Ik heb al 20 jaar geen kruisbanden meer linksvoor. Die zijn afgescheurd met squashen. Schij uit. Maar dat beperk je dus ook niet in dit soort, om dit soort dingen aan te gaan? Of heb je daar compensatie voor getraind? Of let je daarop? Hoe ga je daarmee om? Nee, ik heb zoveel gelopen, denk ik, in mijn leven, dat het lijf op de een of andere manier adaptief is en zich daaraan heeft aangepast. Ik heb zelfs bijna geen speling op de knie als ik bij de fysiotherapeut ben. Dus ik heb op de een of andere manier een shortcut weten te vinden om dit te omzeilen, gelukkig. Ja, ik herken er wel iets van. Ik heb ook in mijn jeugd veel problemen met mijn knieën gehad. Ook lang nog inderdaad geskiet met een brace en zo erom. En op een dag was die auto vies en heb ik geen nieuwe gekocht. En ik loop nu marathons en train 6 keer in de week. Is het zo? Nooit last van de knie. Nee. Ja, dat lichaam kan toch heel veel nog. Kan hij het opvangen? Adapteren. Ik ben wel nieuwsgierig. Ja. Je hebt nu een paar keer aan het lijstje gerefereerd, Jan Fokker. Dus we kunnen jou helemaal leeg vragen. Maar je hebt ook bedacht wat je graag aan onze luisteraars wilde meegeven. Dus misschien moeten we nu het laatste deel van deze aflevering eens een beetje jouw lijstje ook doorlopen. Wat staat erop? Nou, jullie vroegen van wat zijn nou leuke lessen voor eigenlijk amateur recreant sporters, voor als je echt lang gaat lopen bijvoorbeeld. Ik heb als eerste opgeschreven: maak je doel klein. Ik herinner me mijn collega Paul, die ik in 2008 uit mijn hoofd getraind heb voor de Spartathlon. Nou, voor de luisteraar, dat is een ultraloop van Athene naar Sparta, 246 kilometer. En je moet dat binnen 36 uur doen. Dat was een van mijn eerste echte aanrakingen met ultralopen. En mijn collega Paul, die had hard getraind. Maar die was met name ook mentaal heel sterk. En ik heb echt uit die race gehaald: focus je niet op, ik moet nog 187 kilometer. Maar focus je op, over 3 kilometer is de volgende drinkpost. Dus echt het klein maken van je wereld op zo'n marathon en focussen op de volgende drinkpost. Mm-hmm. Want anders gaan je gedachten met je aan de haal. Dus maak je wereld klein en focus daarop. En ik voeg daar zelf aan toe: als ik een lange ultra doe, dan denk ik niet, ik ga 100 kilometer hardlopen, maar dan denk ik, ik mag 8 uur buiten spelen in het bos. Ja. En dan kom je meer in de sfeer van, ik ga lekker uurtjes maken. Ja. Ja. Het is een werkdag van uurtjes maken. En het kunnen 8 uurtjes zijn, kunnen er ook 10 zijn. Maar die focus is heel belangrijk, denk ik, in dit soort lange dingen. Is dat je bij zo'n marathon ook, als je te zeer op die Strava of op die app gaat zitten, dan verlies je de lol en dan focus je te veel op wat er nog komt. Dus dat zou een van mijn belangrijke tips zijn. Lopen of train je eigenlijk met afleiding? Heb je iets op je oren? Heb jij iets? Waar hou je jezelf mentaal mee bezig als het zo lang duurt? Ja, vroeger liep ik baanwedstrijden, wegwedstrijden. En dan was voor mij maar één ding belangrijk. Die schoenen moesten zo strak mogelijk zitten, zodat ik feeling had met het asfalt. En ik wilde alles horen. Dus muziek uit den boze. En tegenwoordig struin ik liever zelf een aantal uur over de Veluwe. En dan heb ik eigenlijk altijd mijn oortjes in. En luister ik lekker muziek. Ja, en dat is tijdens het trainen. En in Schotland, als je zo'n berg op gaat, heb je dan iets bij je? Daar had ik eigenlijk ook altijd mijn iPod bij me. Ja, absoluut. Oké. Nou, dat vind ik. Ja, en het is niet dat ik me verveel, hè, want je bent constant met het terrein, met de omgeving, met het wild, met andere mensen. Constant om je heen kijken, slaat het weer om. Ja. Dus het is niet dat je je verveelt, maar tegenwoordig vind ik dat met muziek is gewoon, geeft nog een extra dimensie aan het geheel. Extra pikkel. En kies je dan de muziek uit bij de omgeving? Dus in dit geval doedelzak. Muziek. Ik noem het wat. Nee. Nee, ik heb één playlist. Dat is met alles wat ik leuk vind. En dat draai ik het liefst random. Zodat ik ook niet weet wat er komt. Ja. En daar geniet ik van. Ja. Leuk. Wel grappig feitje. Hier kun je trouwens een heel debat over opzetten. Lopen met of zonder dingen op je oren. Zeker bij de trail community. Ik denk dat een aantal mensen nu met kromme tenen in hun... Is wel extra gewicht natuurlijk. Hè? Zeker. Ja. Nou, maar daarom vind ik het ook wel interessant. Want het brengt jou dus blijkbaar zoveel, Jan Fokker, dat je wel zegt, ik neem het wel mee. Ja, zeker. Ja. Het is toch een stukje afleiding en even wegdromen. Ja, heerlijk. Zeker als je 1700 kilometer rent. Kan het iedereen aanbevelen. Ja.
Nou, en jouw tip over maak het klein, dat is natuurlijk ook als je je eerste 10 kilometer race of je eerste, zeker in je eerste marathon, ga je daar voor het eerst, zeg ik uit eigen ervaring, ook tegen aanlopen. Dat je af en toe zoiets beklemt van, ik ben pas bij 25, ik moet er nog 17 en ik ben nu al moe. En dan is het inderdaad, loop maar gewoon naar het volgende kilometerbordje van 26 en loop dan maar naar die waterpost en loop dan maar naar, dus dat herken ik heel erg, Ja, en ook het besef dat je 4 keer dood gaat tijdens een marathon. En dat is ook niet zo erg, want je gaat overdrachtelijk dood. En als je maar, ik zeg altijd, als je maar diep genoeg bukt, dan zie je vanzelf de tweede adem in de berm liggen. Maar als je, ik verbaas me daar wel eens over. Als je goed getraind bent, dan weet je dat er mentale dips komen. Daarin vind ik overigens voeding heel belangrijk. Ik probeer heel gelijkmatig kleine beetjes te eten tijdens een ultra. Dus om het uur een reepje of een jelletje. Want als je een grote glucosepiek hebt, dan krijg je daarna automatisch een diep glucosedal. Omdat je maag met dat eten aan de slag gaat en dan bloed onttrekt aan je benen en aan andere organen. Dus ik probeer heel gelijkmatig te eten, zodat dat lijf zo min mogelijk exogene of interne schokken krijgt. Ja. Want dat brengt automatisch ook dips met zich mee. Ik heb wel eens in Duitsland getraind en dan gingen we tussendoor goulashsoep eten met een schnitzel. Zo, dat kostte me 2 uur om erin te komen, zeg. Dat het een beetje verkeerd was. Nooit doen. Maar, mooie tip. En dan wil ik toch even, want ik lees ook dat jij insectenbars bij je steekt. Of was dat ooit? Doe je dat nog steeds? En wat doe je ermee? Op dit moment niet, maar daar is niet echt een reden voor. Maar ik had voor de Marathon des Sables had ik een fantastisch mooi bedrijf gevonden in Parijs. En die maakte Jiminy's insectenbars. En bij veel mensen komen dan de lange tanden tevoorschijn. Maar dit waren eigenlijk bars, hele eiwitrijke bars van insecten. Dus meelwormen en sprinkhanen. Onherkenbaar en je proeft het niet. Ik vind het overigens nog steeds een van de beste sportrepen die ik gehad heb. Ja. En ik heb er inderdaad de Marathon de Sable opgelopen, maar het was ook meer een persdingetje. In de zin van, als ik de zwaarste wedstrijd ter wereld op insecten kan lopen, dan heb jij thuis geen enkel excuus om geen insecten te eten. Ja. Maar je bent er toch mee gestopt, omdat ze geen gratis dozen meer opsturen, of vond je het toch niet zo superlekker? Nieuwe sponsor. Ja, precies. Ja, maar even een zijstap. Onze Lotte Koopmans, die heeft laatst, die publiceert natuurlijk, doet onderzoek, maar die heeft inderdaad ook onderzoekster met uit Nijmegen, hè? Meelwormen ook, nu gekeken als eiwitleverancier. En daar kwamen zeer positieve resultaten uit, las ik voor ouderen. Ik wil dat onze toch even toelichten. Ze is nauw betrokken, luistert, reageert vaak en is zelf ook fanatiek mountainbikester naast haar rol in het ziekenhuis natuurlijk ook. Ja. Als onderzoeker. Wat staat er nog meer op het lijstje, Jan Fokker? Nou, ik had één leuke. Hè. Het overal al een keer geweest zijn. Ik denk dat een groot onderdeel van expedities is dat je kunt visualiseren en dat je gaat nabootsen wat je gaat doen. Zodat je eigenlijk zo goed mogelijk al weet wat je kunt verwachten en eigenlijk een rampscenario uitsluit. Hè. Zo'n worst case scenario. Mm-hmm. Ik vind dat niet meer dan logisch. Zo heb ik voor mijn polexpeditie met mijn hele uitrusting een weekend lang in de vriezer geslapen bij een supermarkt. Ja. Serieus? Ja. En was dit ook een sponsor deal met een grappig filmpje? Of, Ja hoor, absoluut. We hebben ook een pagina gehad in de metro. Echt een dubbele pagina in de metro met een oorlogsjournalist die per se tussen ons in wilde liggen. Maar daar leer je natuurlijk ontzettend veel van. Want ik nam 1 hap eten met een gewone lepel. En die zat meteen aan mijn tong vastgevroren. En daarvan heb ik geleerd, neem een plastic spork mee. Ja, ergens moet je dat soort praktische dingen natuurlijk leren. Ja. Maar dit vind ik grappig. En in die zin, om hem af te maken. Ik las bij jullie op de site nog een leuk stukje over die Kipchoge was het volgens mij, die de sub 2 liep. En ik was op een heel groot sportcongres en we mochten vragen stellen over sub 2. En ik zei, hoe vaak is Kipchoge nou op dat parcours geweest? En tot mijn verbijstering zei die trainer, hij is hier nog nooit geweest. Ja. En ik vond het verbijsterend. Ik denk, je gaat sub 2 lopen, alles is in het werk gesteld, dus een miljoenenproject om een record te breken en dan ben je nog nooit daar geweest. Ik vond het verbijsterend. Ik probeer altijd alles zo goed mogelijk na te bootsen, dus met mijn polslee op een skipiste lopen, zodat ik daar al een keer geweest ben. Een keer naar een schietvereniging, zodat ik alles geschoten heb, mocht ik een ijsbeer tegenkomen. Uiteraard is je expeditie mislukt als je er een moet neerschieten. Maar overal al een keer geweest zijn. En dat geldt denk ik ook voor marathonlopers. Weet je, het brengt zoveel rust als je je goed voorbereidt. Ik weet nog de keren dat ik mijn hardloopboek verkocht op een marathonbeurs voor de start.
En dan komen mensen binnen, die kwakken bijna hun koffie bij je in de stand. Waar is de inschrijving? Waar haal ik mijn startnummer? Dus ik altijd, iedereen hier bij de Amsterdam Marathon is erop gericht om te zorgen dat jij op tijd bij je start komt. En je was zelf ook nog te vroeg. Maar door je gewoon goed voor te bereiden, heb je die stress niet. Ja. En ja. Dat zou echt ook voor mij, voor marathonlopers, voor ultralopers, weet je, trek je eigen pad, bereid je goed voor. En je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn, sprak hij teder. Ja, precies. Maar, en dat ben je natuurlijk wel. En ik zit nog even toch, want hier, we zijn er bijna. Alleen, ja. Jij zeker, maar dat geldt voor mensen die voor het eerst een marathon verder gaan doen of een ultra bijvoorbeeld. Je zegt overal al een keer geweest zijn, maar het gaat juist om uitdagingen die je nog nooit gedaan hebt. En in jouw geval zelfs die bijna niemand ooit gedaan heeft. Dus hoe weet je dan wat of hoe je het moet visualiseren? Ja, ik heb al wel het een en ander gehoord, maar ik stel de vraag toch nog een keer. Nou ja, ik denk dat we terugkomen bij wat Jurgen straks zei. Lees alles, kijk alle YouTube-filmpjes. Ja, zo hè, je knipt hem op in stukjes. Ik knip het op in stukjes, je maakt het klein en probeert op elk vlak het kleinste stapje te vinden. Ik denk dat dat het spelletje is. Kijk, en ik vind dat leuk. Als je dat niet leuk vindt, moet je denk ik of dit soort dingen niet gaan doen, of je gaat het dus op de gok doen. Maar dat, ja, dat vind ik niet zo leuk. En als jij een marathon, een ultra of langer gaat doen, dan ga je toch gericht trainen, denk ik. En wil je die afstanden ook maken. Hey, een ander voorbeeld wat ik schrijnend vind. Als ik bij de Rotterdam of een willekeurige stadsmarathon sta, dan zie ik mensen over de finish komen met bloedende tepels. En soms zelfs schrijnend, maar een bloedend kruis. Dan denk ik, dan heb je dus echt nog nooit langer dan 25, 30 kilometer getraind. Je weet eigenlijk niet goed wat je aan het doen bent. Dus je hebt ook geen respect voor je lichaam. Anders had je tepelpleisters en een tijd aan gedaan. Het is niet heel ingewikkeld. En toch, je kunt ze er met bossen uithalen. En dan denk ik, ik vind het spelletje om dit te doen met behoud van lichaam. Hè? Dus goed voor jezelf zorgen. Zodat je zo goed mogelijk verantwoord door zo'n avontuur heen komt. Dat vind ik het spel. Ja, mooi. Ik kijk naar de klok, maar ik denk, ik wil toch even richten in. Want jij geeft hier heel veel tips, heel veel adviezen. Doe gewoon wat Jan Fokke doet en alles komt goed. Maar ergens is Jan Fokke natuurlijk ook een keer grandioos de mist ingegaan. Hetzij door een eigen fout, hetzij door omstandigheden. Threats uit de SWOT, die jou toch even moeilijk maakten. Kan je ons eens meenemen naar een moment dat je echt even moest schakelen, omdat het toch even niet zo ging als gepland? Ja, ik zeg wel eens, I feel my way to success. Hey, ik was op de Mont Blanc om die te beklimmen. Dat was nog aan het begin van mijn avonturenloopbaan. En je weet nog niet hoe serieus je zo'n berg moet nemen. Je hebt getraind, je bent een fitte marathonloper. En dan blijkt toch dat hoogte iets anders is dan fit zijn. Want dan moet je toch echt omgaan met te weinig zuurstof. En daar kwam ook bij, we hadden slecht weer. Dus we hadden een kort goed weerwindow. We zijn toch omhoog gegaan. En ik was toen met mijn compagnon, met de gids. Ja, ik zei wel als de goedkoopste manier om dronken te worden. We zijn redelijk kapot gegaan in de aanloop naar de Mont Blanc en uiteindelijk niet op de top beland. Ja, daar leer je van. Dus de volgende keer zou ik veel langer op hoogte trainen en daar ook verblijven voordat ik zoiets aanval. Maar goed, die keuze heb je niet altijd. Groenland, in een zware poolstorm terechtgekomen als gevolg denk ik van klimaatverandering. Dus dan zit je 4 dagen en nachten in je tent en je eet wel, maar je maakt geen meters. En moet uiteindelijk besluiten om die expeditie om te draaien. Omdat je anders wellicht in een search and rescue operatie terechtkomt. Waarbij andere mensen misschien wel hun leven in de waagschaal moeten stellen. Nou, daar is aan mij niet besteed. Dus ja, dat failure. En daar kwam ook nog bij dat het zo koud was in die storm. Dat onze stijgvellen die je om die skis plakt, die gaven het op. Die plakten niet meer. Dus dan hadden we dat met duct tape enigszins bevestigd. Maar ideaal was het niet. De skibrillen waren kapot gevroren. Die deed het ook niet meer. Tentstokken aan elkaar gevroren en gebroken. Schoenen, de ritsen kapot gevroren. Dus dat ook weer gemaakt met eetzakken die we er met duct tape opgetaped hadden. Een soort gear hacks. Ja, ik denk dat het leuke is, en dat zullen niet veel mensen met me eens zijn, maar het leuke aan expedities en avonturen is dat het altijd een open einde heeft. Ja. En dat je dan moet gaan kijken, hoe kan ik in hemelsnaam dat laatste beetje avontuur met mijn klauwen aanpakken met duct tape en vliegertouw. Ja, precies. Had je toch langer dan 1 nacht in die vrieskist bij die supermarkt moeten gaan zitten? Ja, nou ja, dat vind ik wel een leuke challenge, Jurgen. Want ik zit wel te luisteren naar jou. Dat avontuur op de Mont Blanc, hè, en dronken worden van hoogte, omdat je er daarachter komt dat een hoogte een ding is. Wat is nou het verschil met die hardloper aan de finish met zijn bloedende tepels? Ja. Je moet het toch ergens leren, of niet? Ik ben op tijd omgedraaid.
En ik denk dat dat, siert, denk ik, de echte de sterke mensen. Ja. Dat je ook het lef hebt om te zeggen, ik ben hier niet klaar voor en ik draai om. En ik laat het niet aankomen op een reddingsoperatie of bevriezing. Of in ons geval, dat je niet eens meer zelfstandig terugkomt. Hè? En dat vind ik wel degelijk een verschil bij zo'n marathon. Als jij op een gegeven moment met twee lange bloedende strepen tussen je benen en op je borst loopt. Een beetje respect naar jezelf. Draai om. Ja, mooi. Ja, maar dit hebben we wel vaker inderdaad ook gehoord. Durf ook te stoppen. Mm-hmm. En dat is zeker. Ja. En ik was natuurlijk een paar weken geleden betrokken bij de Dam te Damloop. Als startspeaker die we hebben stilgelegd. Nou, we niet. Maar die de veiligheidsregio heeft stilgelegd. Omdat er daar inderdaad te veel mensen, ondanks al onze waarschuwingen, ondanks alle maatregelen, zichzelf niet in acht nemen of niet in staat zijn zichzelf in acht te nemen. Dan vind ik dit wel een mooie slotboodschap. Ja, dat je ook juist bij zo'n avontuur moet kunnen en durven omdraaien. Ja. Ik zeg altijd, sinds mijn moeder is overleden in 2006, doe ik dit soort dingen. En ik doe het maar voor één persoon. En dat is voor mezelf. Ik wil geen slachtoffer worden van uitgesteld geluk. En wat anderen daarvan vinden, ik hoop dat ze er wat van leren. En ik denk dat ik daarom dit soort dingen ook meedoe. Ja, leuk. Nou, mooi. En dat je daarom dus ook daar hopelijk dit uur een hoop van onze luisteraars mee geïnspireerd hebt. En wat praktische tips hebt vertellen. Ik krijg in ieder geval twee duimpjes achter de schermen van onze producer. Die heeft ademloos zitten luisteren. Die zit alleen met de mime. Waarom, waarom, waarom? Ja. Maar hier zo in de tweede helft leren we dan toch wel dat daar een hoop mooie levenslessen op te halen zijn. Jurgen, wat betekent dit voor jouw volgende trailrun? Wat neem jij nou mee wat je kan gaan toepassen? Toch die voorbereiding, denk ik. Daar toch nog serieuzer over al die scenario's nadenken. Ik ben toch wel heel erg van, ik zoek aan de ene kant wel de veiligheid op, denk ik. Aan de andere kant denk ik, ik zie dan wel weer. Maar is toch onnodig van tevoren jezelf toch, het kan beter, laat ik het zo zeggen. Ja. En echt goed nadenken over. En dan maakt het alleen maar leuker als je dat meeneemt. Dan maakt het project leuker natuurlijk. Zeker. Ja, zeker. Dan denk je, ik sta nog sterker of nog met meer zelfvertrouwen aan de start. Want Ja, en dan kom je dus ook weer op dat andere tegeltje. Dat geldt voor marathons, maar dat geldt natuurlijk zeker voor naartoe. Ja, dat uiteindelijk die voorbereiding, dat project is minimaal de helft van de lol. Of niet, Jan Fokke? Hoe zou je die verhouding tussen uitvoering en voorbereiding qua plezier leggen? Nou, ik zeg wel eens in het bedrijfsleven, als ik een lezing hou over veilig werken, hoe vaak trainen jullie? Ja, dat is dan 3 of 5% van de tijd. Ja, misschien trainen wij wel 80% van de tijd, omdat je die 10% er moet staan. Maar je wil er ook staan, want je vindt het gewoon fantastisch leuk om te doen. Overigens een handreiking naar jullie luisteraars is, mensen mogen me altijd bellen, mailen, appen, LinkedIn, Facebook, verzin het. Er zijn genoeg methoden om te vinden, inclusief telefoonnummer. Dus aarzel niet als je vragen hebt over dit soort grote dingen om mij te benaderen. En een aardige is dat ik met mijn compagnon een platform heb voor avontuurlijke ondernemers. En we hebben nog een leuke tool. Die kun je downloaden van de site. En dat is een Business Expedition Canvas. En eigenlijk zegt dat, waar sta ik? Welke middelen, welke mensen heb ik nodig? En hoe kan ik me nou voorbereiden op zo'n expeditie? Mooi. En download dat. En als je vragen hebt, bel ons, mail ons. Want we vinden het fantastisch om eigenlijk collega-avonturiers te verbinden en een stukje op weg te helpen. Precies. Nou, die links staan in de show notes, zoals het dan heet. Jouw website expeditionlife.nl. En daar vind je inderdaad alle linkjes naar de contactgegevens. Dank voor je aanbod aan onze luisteraars. Luisteraars die zeggen, ik wil wel reageren. Of ik moet en zal deze aflevering eens even doorsturen. Hier zou ik eens even tippen waar ze ons kunnen vinden. Allereerst op social media zijn wij de @slimmerpodcast op Instagram. En op LinkedIn zijn wij de Slimmer Presteren podcast. Dan maken we iedere vrijdagochtend, als er een nieuwe aflevering uitkomt, een post. Gaan we ons dus gelijk even volgen. Want dan zie je meteen waar de aflevering van die week over gaat. En je kan daar ook natuurlijk reageren en berichten sturen. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Ook dus van deze. Daar kun je het linkje pakken en dan kun je rond WhatsAppen naar alle andere ultra trail runners, mensen die voor het eerst hun eerste marathon, triathlon of extreme of gewoon normale fietstocht gaan doen. Zodat zij ook kunnen leren over een goede voorbereiding van Jan Fokke. En wat je natuurlijk ook kan doen, je kan ons mailen met al jouw vragen, opmerkingen, aanvullingen, kritische bijdragers en wat je maar wil via post@slimmerpodcast.nl. Dat is onze inbox. Nou, zeker rondom de 200ste is hij vrij vol, Jurgen. Dus ik zeg er altijd maar de disclaimer bij. We lezen hem iedere dag. Antwoorden kan soms even op zich laten wachten. Maar weet dat we bij je terugkomen. post@slimmerpodcast.nl. Tot zover. Dankjewel, Jan Fokke Oosterhof.
En veel plezier op je volgende avontuur. Ja, ons volgende avontuur gaat nu beginnen, Jurgen. Ja. We zetten zo de opname op stil. Ik ga richting de binder om de boel vast een beetje op te bouwen, klaar te zetten. Ja. En nog een keer mooi aan te vegen. Zie ik je daar. En morgen vroeg, of misschien wel zo meteen, als je dit luistert in de auto op weg daar naartoe, maken wij daar live de 200ste aflevering. Die hoor je volgende week dan als een live registratie. En we hebben een mooi evenement. En we kunnen al wel vertellen dat ons avontuur het liefst nog zeker 100 afleveringen doorgaat, toch? Ja, zeker weten. Tot zover. Wellicht tot morgen. En anders hoor je ons weer volgende week. Tot dan. Hoi. Ja, en dan kom je aan het einde van de laatste aflevering, waarvan het afleveringnummer begint met een 1. Kunnen we vanaf volgende week zeggen ons rijke archief van 200 afleveringen. Maar nu geven we je nog een luistertip om door te luisteren naar een van de afleveringen uit onze meer dan 190 afleveringen. Jurgen, avontuur, daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Er zijn er eigenlijk 2, hè? We kunnen niet kiezen waar we naar willen verwijzen. Ja, maar misschien hebben we ook, denk ik nu ineens, Wout gehad. Wout Jacobs. Wout Jacobs, Everesting. Ben ik onlangs tegengekomen op een zakelijk evenement. Heel grappig. Maar dat was niet de tip. Welke doen we? Aflevering 5 met Jacomine Eikelboom, die toen de Trans Am Try ging doen. Trans-America-triathlon. Ja. En wat denk ik helemaal een avontuur is voor met name de ultrarunners die hiernaar luisteren, zijn de Barkley Marathons. Ja. Dat is natuurlijk een fascinerend evenement. En we hebben een Nederlander gehad en in de uitzending gehad hier in de podcastaflevering 74. Michiel Panhuizen, die aan de start is verschenen en daar graag over vertelde. Ja. In die afleveringen moet je maar eens terugluisteren. Naar aanleiding van zijn boek wat hij erover schreef. En de praktische tip die daar ook uit naar voren komt. Als het regent, moet je juist naar buiten.